Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen Lekvogels Groot-Amers, de topper eigenlijk in de vierde klasse, deze afgelopen juist. En het is 0-4 geworden. Ja, trainer Ferry van Dijk, een dik verdiende 0-4. Ja, ik moet echt complimenten geven aan mijn ploeg, want ze hebben echt gewoon goed gespeeld met de juiste energie, de juiste dynamiek in het spel. En ja, ik vond dat we gewoon de bovenliggende partij waren en dat het gewoon de 4-0 was een goede afspiegeling gewoon van de wedstrijd. Ja, dat klopt. Je kwam 2-0 voor de rust. Je hebt eigenlijk één keer heb je even keeper een balletje liet slippen en nog één mogelijkheid van Lekvogels. Ik had vandaag zo het idee dat de routine dadelijk de doorslag gaf. Ja, ik heb de spits gespeeld met Jan Willem en met Bas. Hè. Bas is dat man die de bal goed vast kan houden en ook nog gevaarlijk is voor de goal. Maakt ook netjes de 1-0 al gelijk na 5 minuten, dus dat is wel lekker. En met Ruud achterin en uiteindelijk met de wissel van Ruud voor Floris, dan zie je dat er toch, we zijn een vrij jonge ploeg, maar dat we die mannen wel nodig hebben zeg maar, om het bij elkaar te houden en om ze aan te sturen. En ook complimenten aan Abel, de jongen die van de A1 is overgekomen naar de senioren. Weet je, dat zijn jonge jongens, maar op het moment dat ze goed worden gekozen, dan denk ik dat we echt nog heel veel plezier van kunnen beleven. De juiste mix dan? Ja, eigenlijk wel, de juiste mix. En dat is moeilijk als trainer om daar op zoek te gaan. Want weet je wel, ik vind dat we echt elke keer met een hele grote groep trainen. En dan moet je keuzes maken. Maar als mensen dan toch zichzelf kunnen wegcijferen voor het team, daar hou ik gewoon van. En dat moeten we uiteindelijk ook doen, want we moeten wel heel veel punten nog goed maken, hè, op Brakel. Ja, oké, ze staan nog ook met 1-0 achter. Ja, nou, nogmaals, dit is pas de eerste wedstrijd na de winst op. Maar ik zeg al, we moeten gewoon, er is nog alles mogelijk gewoon bij ons in de competitie. En we moeten gewoon ons best blijven doen en dan zien we vanzelf wel wat schip strand. Ja, tweede helft, de aftrap staat 3-0 en daarna bloeit een beetje dood, hè? Ja, ik had de jongens gewaarschuwd. Ik denk, nou, waarschijnlijk zou Lekvogels flink uit de kleedkamer komen, weet je wel. Zou op een donder hebben gekregen. Maar ja, de eerste beste bal die we eigenlijk naar voren trappen, die komt bij Jan Willem. En die maken gewoon fantastisch af en we staan 3-0 en dan is eigenlijk de wedstrijd op slot. Eigenlijk hadden we dat al voor de rust moeten doen, want we kregen nog kans op 3-0. En die maakte het toen niet, dus het blijft het nog spannend. Aansluit de 2-1 en dan kan het nog alle kanten op. Maar ja, de eerste de beste bal naar voren en hij zit gelijk. En dan is het rust. En ik moest ook gaan wisselen. Ruud eruit, Bas eruit. Ondanks de routine dat zijn ook wel de pijntjes die er komen. Maar nogmaals een compliment aan de hele groep gewoon. Ja, Jacob. En jullie ik had vanmiddag terug over. Jullie zijn de competitie heel goed begonnen. Toen kwam er even het laatste. Dat zei, ja, even een beetje wat zand in de motor. Hè, laten we ze zeggen. En dan is dit dan weer een welkom overwinning. Ja, zeker weten. Net voor de winst op gewoon een paar punten laten liggen. Op het moment dat we eigenlijk de periode konden pakken, hebben we niet gered. En daarna een paar wedstrijden verloren. Maar ik denk dat elke ploeg in deze hele competitie daar wel een keer last van krijgt. En het gaat met pieken en dalen. Alleen we moeten ervoor zorgen dat die dalen wat steeds minder worden. En dat uiteindelijk de pieken normaal worden, zeg maar. Dus daar gaan we de tijd aan trainen. En dan gaan we zeker alles aan doen. Ferry, ik wens je veel succes de komende wedstrijden. En maak het toch spannend. Dankjewel, Bas. Ja, trainer Tom Delafgouw, 4-0 verliezen. Ik denk dat het verdiend was vandaag. Niets op af te dingen. Je hoort wel eens geflatteerde verlies, maar dit is geen geflatteerde verlies. Dit is gewoon terecht verlies. Absoluut. Ik zei op een gegeven moment eventjes, de routine maakte, jullie hebben een vrij jonge ploeg. En jullie hebben een paar geroutineerde jongens. Ik denk dat dat verschil maakte. Ik heb ook gezegd na afloop, het was de jongetjes tegen de mannen. En we hebben vanaf het begin van de competitie alleen maar stappen voorwaarts gemaakt. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt 1 en misschien wel 2 stappen terug doen. Dus we moeten vanaf nu weer stapjes voorwaarts maken. Ja, dit hoort ook bij voetballen. Ik heb ze zelfs nog na afloop, in de rust was ik niet tevreden. Na afloop heb ik gezegd, tweede helft hebben jullie herpakt. Qua voetbal, we proberen te blijven voetballen. We hebben wel niks gecreëerd, maar we zijn wel blijven voetballen. En daar heb ik ze complimenten voor gegeven. Dus je kan ook je kop in de wind gooien en schoppartijen of weet ik veel wat van maken. Als je 4-0 afgedroogd, je bent afgedroogd. Alleen, ja, dat hebben we niet gedaan. En dat vind ik dan het pluspunt nog voor vandaag. Ja, dat vond ik ook wel zelf knap van jullie, want je komt gelijk na het rust op 3-0 achter. Maar uiteindelijk ziet toen netjes aan ze toch blijven voetballen en toch proberen om nog wat te creëren, dat is zeker een compliment waard. Ja, zeker. En als je dan kijkt naar de gemiddelde leeftijden, we hebben natuurlijk al het hele seizoen eigenlijk een eerste jaar A en een tweede jaar A in de basis staan. Daar komen vandaag met links en met rechtsback Stefan en Mats. Komen daarbij. Stefan heb al wel een paar keer met de senioren meegedaan, maar Mats helemaal nog niet. En die hebben ook, jongens, die moet je echt een compliment geven, want die hebben gewoon na behoren gespeeld. En de rest van het team vind ik, nogmaals, ze hebben de tweede helft opgepakt. Niet gelukt. Ook dat hoort bij voetbal en dat is wat het voetbal zo leuk maakt. Een stapje terug, twee stapjes terug en we moeten weer door. Ja, Tom, wat je bij jullie ook natuurlijk, jullie hebben niet zo'n brede selectie, denk ik. Als Lekvogels zijnde, veel jeugd. Dat wel. Dus als er een paar ook niet zijn, is het gelijk dat je qua leeftijd ook nog een eentje terugvalt.
Het is een terugvalletje. En dan zeg ik, als we de groep bij elkaar kunnen houden op deze manier, dan kunnen we alleen nog maar jaren vooruit, Bas. Dus we kunnen ons druk maken. We kunnen ook verder kijken en zeggen van, hou dit bij elkaar. En er kan iets moois komen. Dat klopt. En dat is leuk om mee te gaan bouwen. En voor jou als trainer zeker leuk om iets te bouwen. En hij ziet hoe het al gegroeid is. He, van een paar maanden terug en waar je nu alweer staat, is het toch mooi. Nou ja, daarom. Ik ben blij. Je bent de bekerwedstrijd wezen filmen tegen Haai en Boeikop. Nou ja, dan hadden we het idee, wat doen we hier eigenlijk? En ik heb nu het idee dat we een stuk verder zijn. En vandaag nogmaals, je wordt op aarde teruggezet. En dat is ook niet erg. Nee, dat vind ik ook. Hey, ik zou zeggen, joh, kopje op en de volgende wedstrijden. En kijk wat er weer wordt. Zo staat. Kijk, en ik heb al natuurlijk voor de winterstop al een keer gezegd, we zullen best een keer op ons kloten krijgen. En het komt nog uit ook. Dus we gaan gewoon lekker verder, Bas. Oké, dat hoort bij voetballen. Zo is dat. Oké, nog bedankt, hè. En nog een prettig weekend verder. Zelf. Tom.